We zijn op de Polshof bij Toon Hermsen. En Toon Hermsen is verkeersregelaar. Iedereen kent hem eigenlijk beter als verkeersregelaar Toon. Toon, wat is nu precies een verkeersregelaar? Een verkeersregelaar is iemand die dus verkeer begeleidt. Is een ander woord als verkeersregelaar. Ik gebruik het heel vaak om dus mensen om een werkvak heen te begeleiden. Verkeer om een werkvak heen te begeleiden. De jongens die er aan het werk zijn te beschermen, met een net woord gezegd. Ja, dat is een andere insteek als de meesten hebben. Toon, wat zijn voornamelijk je werkzaamheden? Werken voor bedrijven die me inhuren. Hele grote bedrijven, ook kleine ZZP'ers. Mensen die dus boomverzorging doen bijvoorbeeld. Particulieren, er zijn sommige mensen die mij gewoon inhuren voor verkeer te begeleiden. Ook evenementen? Ja, en dan komen we weer op het punt. Carnavalsoptochten. De carnavalsoptocht Bergharen Herne dit jaar. En de Reut in Druten. Misschien wel de kinderoptocht in Batenburg. Ik weet het allemaal niet. Ik moet één evenement doen. En dat ligt in Nieuwebrug. En dan moet ik een kinderoptocht van 400 man gaan begeleiden. 400 kinderen gaan begeleiden. En er zijn vorig jaar enkele incidentjes gebeurd. En daar hebben ze dus ook gevraagd van: God, Toon, wil jij die rijden? Dat is van een hele grote aannemer uitgevraagd. En voor die aannemer rij ik dus naar Nieuwebrug toe. Werk genoeg, hoor ik, Toon. Maar nou heb je als enige een actiebord. Waarmee je ook op 80 kilometer wegen kunt werken. Hoe leuk is dat? Ik ben er eindelijk om begonnen met zo'n actiebord. Omdat je eindelijk met een aanhanger maar 80 mag rijden. En met een auto 120. Dus ik heb de actiebord helemaal omgebouwd tot op de auto. Achter op de trekhaak. Met een twinnyload systeem. Met een firma uit Assen hebben we dat. Die hadden dat inmiddels al geregeld, zoiets achterop. Maar ik ben een van de weinigen hier in Gelderland die dus een actiebord van 2 meter achter op de auto heeft staan. Zullen we eens gaan kijken dan? Ik denk dat we daar maar eens eventjes naar moeten gaan kijken. Maar ik heb toch nog een klein beetje tekst en uitleg over het bord. Maar dat doen we dadelijk wel buiten. Dat is veel gemakkelijker. Zoals u ziet is dit de werking van een actiebord. De automobilisten die begrijpen het. De voetgangers die weten precies wat er aan de hand is. De mensen die dus nu op dit moment ook bijvoorbeeld voorbij rijden, die weten al, hey, er is iets aan de hand. Een calamiteit of wat ook. Als we met een actiebord staan, ben ik er altijd zelf persoonlijk bij. Of in ieder geval een van mijn ingehuurde mensen. Dan hoop ik natuurlijk ook met de carnaval dat we dus bij de wormensoppers, zoals we nu bij de wormensoppers staan in Herne, dat dan mijn bord actief is, mijn actiebord actief is. Dan kunnen we ook tegelijkertijd zeggen van: hey, we hebben een fijne optocht, we hebben een mooie optocht. Verkeersregelaar Toon is erbij met zijn team, ook in Druten, ook in Alverna. We zijn overal aanwezig met de carnaval. In Nieuwebrug rijden we met de carnaval op zaterdagavond. Eventjes voor 400 kinderen, voor een grote aannemer. Jongens, ik wens jullie allemaal een hele fijne carnaval en heel veel werk. Dankjewel, tot ziens.